De leerlingen zijn erg trots dat ze mogen exposeren in het Boerhavenmuseum. Super, super fantastisch is het. Het is ook wel bijzonder, want normaal hangen hier van die, zeg maar, niet per se hele bekende schilders, maar wel wat van wat mensen die wel een soort van bekend zijn. En dan hangt mijn schilderij er ook tussen. Dat is wel cool. Ja, het gebeurt niet zo vaak dat je opeens je schilderij die je op school hebt gemaakt zo van in een museum opeens komt. Dus dan is het best wel speciaal dat dat opeens zo gebeurt. Er is een intensieve samenwerking tussen de Lorentzschool en Boerhaven. Leerlingen gaan naar het museum, volgen workshops. Nou, dit keer was het thema dichter bij het zwarte gat. En wij als school komen hier dan de tentoonstelling bezoeken. Maar we gingen eerst een idee bedenken en welke kleuren we zouden gebruiken. We gingen kijken naar heel veel plaatjes van verschillende bergen, maar toch hebben we hem heel kleurrijk gemaakt. Dit hebben wij gemaakt. Niet alleen de leerlingen zijn enthousiast. Alice Verhul ziet een grote meerwaarde in de samenwerking. Ja, het doet heel veel. Ik zie dus nu dat eigenlijk kunst en wetenschap met elkaar verbonden worden. En ik zie daardoor bij heel veel kinderen een spontane interesse ontstaan, ja, in onderwerpen die anders helemaal niet belicht worden. Op Goede Vrijdag wordt de expositie geopend. De leerlingen die niet in het Boerhaven hangen, exposeren wel op de Lorentzschool.